Limburg wil net als Brabant een UNESCO-status voor de Maasheggen. Er is 5 miljoen vrijgemaakt voor het nodige herstel en aanplant. De Maasheggen in Brabant is het enige UNESCO-biosfeergebied in Nederland. In het noorden van Limburg hebben de gemeenten Bergen, Gennep en Mokermiddelaar de ambitie om zich bij dit gebied aan te sluiten. Om de UNESCO-status ook in Limburg te krijgen, moeten de Maasheggen hersteld en opnieuw aangeplant worden. De provincie Limburg heeft hiervoor een budget van 5 miljoen euro vrijgemaakt. Nou, we zijn afgelopen jaar begonnen met het herstellen van de Maasheggen. Dus daar waar in een heg echt gewoon plekken leeg kwamen door slecht onderhoud, hebben we ingeboet, zeggen ze dan. Dus nieuwe tussen geplant. En nu zijn we begonnen met dit jaar met het echt nieuw aanleggen. Dus we zien hier al dat we een paar kilometer aan het planten zijn deze periode. En de komende 2-3 jaar moeten echt gewoon de overige kilometers ook geplant worden. En dat is nog een flinke opgave. Die oude vervallen heggen gaan we herstellen samen met boeren. En we proberen een groot aantal nieuwe heggen aan te leggen. We hebben nu binnen dit project de ambitie om 77 kilometer aan heggen te realiseren. De heggen hebben altijd een belangrijke rol in de geschiedenis van het landschap gehad. Maar ze dragen ook bij aan de biodiversiteit in het gebied. We staan hier aan de stuwwal met de Mokerheide en St. Jansberg. En daar zie je ook dat de biodiversiteit echt achteruit gaat. En als je dan een meidoorn als heg terugplant, dan is het echt een meerwaarde voor die biodiversiteit. En daar willen we echt stappen in zetten. Hey, die hagen zitten tal vol leven. Je hoort hier op de achtergrond allemaal zandvogels. Die moeten ergens broeden, die hebben ergens dekken nodig. Dus die hagen zijn echt levensaders, zeg maar. En ook die ze herbergen voedsel, bessen, die bloesems zijn goed voor vlinders, bijen. Kleine zoogdieren migreren er langs af. Het herstellen van het heggenlandschap is een goed voorbeeld van samenwerking tussen landbouw en natuur. Je hoeft niet het hele perceel vol te planten, zeg maar. Je kunt er gewoon op de perceel, ik zou je landbouw kunnen bedrijven. Maar je moet er wel een haag omheen hebben, zeg maar, om die natuur ook iets te kunnen bieden. Kunnen we de grondeigenaar een beheercontract aanbieden, dan krijgen ze een beheervergoeding, dat ze die heggen ook weer goed kunnen onderhouden. We zijn alle drie wethouders die heel graag ook in de buitenlucht komen en echt een hart hebben voor de agrarische sector ook. En als je dan met zo'n natuurproject ook voor de boeren iets kunt opleveren en als ze verdienmodel erbij krijgen, dat is echt, daar staan we als de twee collega's ook van harte achter, ja. 1800 huizen gebouwd, meer dan 1000 bomen geplant en 7,8 miljoen euro opgehaald voor Serious Request. Een mooi, duurzaam en sociaal jaar voor Nijmegen, volgens Tobias van Elveren, wethouder Financiën. Uit de stadsrekening van 2023 blijkt dat Nijmegen het afgelopen jaar maar liefst 71,1 miljoen euro overhield. Nou, we hebben eigenlijk het afgelopen jaar gezien dat we 70 miljoen over hebben gehouden. En eigenlijk wil je als wethouder van Financiën liever geen geld overhouden. Ik ben niet een strenge penningmeester voor de stad. Ik wil veel liever dat het geld wordt uitgegeven. Maar we zagen dat er op sommige punten meevallers waren in de begroting, maar er waren ook tegenvallers. Zeker de jeugdzorg, dat is de zorg die wij als gemeente verlenen voor jongeren met problemen, die bleek fors duurder dan we hadden verwacht. Niet eens per se doordat er meer jongeren waren, maar doordat zorg steeds duurder wordt voor deze groep. De ruim 71 miljoen euro die de gemeente heeft overgehouden vorig jaar, gaat terug de spaarpot in. De zogenaamde algemene spaarpot, hè? We noemen dat de algemene middelen van Nijmegen. Dus dat geld dat nemen we mee het volgende jaar in. En als er zich dit jaar risico's voordoen, dan kunnen we het daarmee opvangen of kunnen we andere plannen ontwikkelen. Maar even ter vergelijking, we hebben dus nu 70 miljoen die we daaraan toevoegen. Vorig jaar hebben we er 60 miljoen uit moeten halen. Dus het is ook wel nodig om dat soort reserves te hebben. Het college van burgemeester en wethouders kijkt positief terug op afgelopen jaar. We zijn heel blij dat we een stad hebben kunnen zijn waarin heel veel gebeurd is. Want daarvoor ben je als gemeentelijke overheid beter. Je wil dingen realiseren voor je stad. Dat er een meevaller op zit is ook fijn, maar dat is niet het belangrijkste. Ja, toch nog beter kijken naar hoe we het geld echt uit kunnen geven. Wat je merkt is dat door zaken als netcongestie, maar ook door de beschikbaarheid van mensen, we hebben een krappe arbeidsmarkt, kunnen we niet altijd alles doen wat we willen doen als gemeente. Dus daar moeten we echt goed naar kijken. De politierechter in Arnhem legt 7 demonstranten van Extinction Rebellion alle voorwaardelijke geldboetes op. Het gaat om een boete van 250 euro voor iedere actie waarbij de demonstranten betrokken zijn. Het komt erop neer dat de voorwaardelijke boetes uiteenlopen van 500 tot 1250 euro per persoon.
De zeven krijgen de straf voor lokaal vredebreuk tijdens de demonstraties bij ING in Nijmegen in 2022 en 2023. De zeven activisten ketenden zich vast aan een pilaar met gebruik van metalen buizen. Hulpdiensten moesten ze losslijpen. Van de 14 middelbare scholen in de regio Nijmegen die vallen onder het bestuur van het VO Campus, hebben er 3 te veel aanmeldingen gekregen voor komend schooljaar. Zij moesten loten, waardoor 45 leerlingen niet naar de school van hun keuze kunnen. Een van die 3 scholen waar dit jaar geloopt moest worden voor een plek in de eerste klas is het Citadel College in Lent, locatie Dijkstraat. De namen van de andere 2 scholen zijn niet bekendgemaakt. Woningen en bedrijven in de gemeente Beuningen, Wiegen en Heumen kunnen in de toekomst collectief worden verwarmd met restwarmte van afvalverbrander ARN. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek dat de 3 gemeenten gezamenlijk hebben laten uitvoeren door het expertteam warmte van de provincie Gelderland. Door de problemen op het stroomnet is de realisatie echter geen gemakkelijke opgave. Wanneer het warmtenet uiteindelijk gerealiseerd moet zijn, is niet bekend. Waarschijnlijk zal het nog wel even op zich laten wachten. Stichting De Blije Dries in Wiegen is er na een zoektocht van bijna 2 jaar eindelijk ingeslaagd een nieuw bestuur aan te stellen. Het oude bestuur kondigde in 2022 al aan om op te stappen vanwege oneenigheid met de gemeente over het verkrijgen van een volledige horecavergunning. Het bestuur wilde met de vergunning meer inkomsten verwerven door onder andere ook feesten te kunnen organiseren. Daarnaast was het plan om een binnenspeeltuin te realiseren. De gemeente zag het geven van feesten in het groene buitengebied echter niet zitten en verleende de vergunning niet. Blije Dries kreeg wel een subsidie van €40.000 van de gemeente. De nieuwe bestuursleden treden op 1 mei in functie. In 2026 bestaat Elst 1300 jaar. De stichting Elst 1300 zal stilstaan bij dit jubileum door middel van verschillende activiteiten die het gehele jaar zullen plaatsvinden. Het afgelopen jaar is op initiatief van het Centrum Management Elst door een werkgroep nagedacht over de organisatie van een dergelijk programma. Er gaat natuurlijk van alles gebeuren in dat jaar, het hele jaar door, maar vooral in 2 weken rondom Pinksteren, want dat is dan echt een beetje de datum dat het echt 1300-jarige bestaan gevierd gaat worden. We hebben al allerlei contacten met organisaties en verenigingen en clubs die iets willen organiseren, maar straks heb je ook gewoon handen en voeten nodig om het met vrijwilligers om het allemaal georganiseerd te krijgen. De stichting wil een programma maken voor het hele jaar, zodat de viering een mooi geheel wordt. Alle activiteiten die al plaatsvinden of eventueel die verenigingen gaan bedenken in dat Soosje 1300 te gieten. En dan in juni, op het moment dat echt die 1300 jaar moment daar is, dan hebben we ook wel festiviteiten en hebben we concentraties van activiteiten. Dat we dus niet een jaar hebben dat iedereen allemaal individuele dingen gaat doen, maar dat we er echt een mooie rode draad van kunnen gaan maken. En we willen echt initiatieven aan elkaar verbinden, mensen met elkaar in contact brengen en dat is eigenlijk vooral onze rol. Sinds de viering van 1250 jaar Elst is het dorp flink gegroeid. De viering moet er dan ook voor zorgen dat iedereen zich verbonden gaat voelen met het dorp. Groeide is, want 50 jaar geleden is ook Elst 1250 gevierd. En toen had je nog de gemeente Elst. Ja. En toen sprak je over 5.000-6.000 inwoners. Als je nu kijkt naar Elst als dorp, ja, dan hebben we het over veel meer inwoners. Dus dat jong en oud en mensen die hier al hun hele leven wonen, maar ook mensen die misschien vrij recent hier zijn komen wonen, want Elst is een heel snel gegroeid dorp, dat die zich allemaal weer Elstenaar gaan voelen en dat ze zich allemaal betrokken voelen bij activiteiten die hier georganiseerd worden. Ook als bijvangst dat verenigingen, doordat ze die activiteiten gaan organiseren, weer enthousiasme krijgen, nieuwe leden kunnen aantrekken. Dus dat zijn wel thema's die echt onderliggen in datgene wat we willen bereiken. De zon schijnt, de bloemen staan in bloei en de vogeltjes fluiten. Bij Bloemenpark Appeltern zijn de lentefeesten van start. Tot en met 15 mei kun je genieten van alles wat de lente te bieden heeft. Naast de tuinen zelf zijn er ook verschillende activiteiten. Hier ga je echt proeven wat de lente inhoudt. Je proef je hem, je ruik je hem, je hoort hem. En als je in het park rondloopt, dan zul je het ook echt zien. Dus dat is ons lentefeest wat we willen bieden aan onze bezoekers. Nou ja, wij hebben eigenlijk vanaf dat je binnenkomt, dan komt de kleur van de voorjaarsbollen je al tegemoet. En we hebben een route door de tuin. En eigenlijk langs die gedurende die tuinroute kom je echt van alles tegen aan bloeiende appelboompjes. Zoals hierachter tot vaste planten die al volop in bloei zijn. Het frisse groen van de hosta's. Alliums die al hoog zijn. Camassia's, dus eerste voorjaarsbollen die al echt in kleur komen. Echt, er is
eigenlijk een totaalbeleving in zo'n wandeling. Nou, dat is gewoon heerlijk om te zien. We hebben workshops die er heel veel zijn in dit voorjaar. En voor de bezoeker, die kunnen de diverse tuinen ontdekken en inspiratie opdoen voor hun eigen tuinen. Bloemenpark Appeltern zit nu tijdens de lentefeesten ook meer bezoekers. Ja, we hebben zeker nu in de lente heel veel aandacht gegeven aan, ook op social media, aan hoe mooi het is in de tuinen. Dat trekt zeker meer bezoekers. De winter, daar heb je even geen zin meer in. En lekker de lente ontwaakt en dat proef je hier. Maar voor ons is eigenlijk elk seizoen wel heel mooi. Want in de lente zie je de bloeiende voorjaarsbloeiers. En in de zomer dan zie je het bloeien in ons nieuwe rosarium en in de dahliatuin. En in het najaar heb je de najaarsbloeiers. Dus voor elk seizoen is voor ons eigenlijk wel heel erg mooi. Maar op welke bloemen en planten moet je nou echt letten deze lente? Ik hou zelf heel erg van bladplanten. Dus ik hou heel erg van de structuren van blad, van het groen en van de verschillende contrasten. Maar in de tuin denk ik nu toch wel de eerste voorjaarsbollen, de camassia's, het zomerklokje wat nu volop in bloei staat. Dat is wel echt een favoriet. Dan kijken we weer even naar de berichten op de sociale media. Gemeente Beuningen laat weten dat er in het najaar 14 minderjarige statushouders gehuisvest zullen worden in de voormalige schoolwoningen aan de Wolfsbossingel. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar die zonder familie naar Nederland zijn gevlucht. In deze woningen krijgen ze 24 uur per dag begeleiding. Mook en Middelaar kondigt aan dat er op verschillende plekken in de gemeente permanente informatieborden komen te staan, met verhalen over de slag op de Mokerheide. De borden samen vormen een totaalbeeld van twee historische dagen voor de gemeente. De borden komen te staan bij het station Mook-Molenhoek, de Mortel en Maasstaten in Mook, Riethorst in Plasmolen en restaurant Het Zwaantje. En omdat het vandaag de dag van de fietshelm is, kunnen inwoners van de gemeente Heumen vanaf vandaag een fietshelm aanschaffen met 25 euro korting. Hiervoor is een speciale actiepagina opgezet, ideate.nl/fietshelm-gelderland. De uitgave van de korting is beperkt. Het weer blijft momenteel wat op en neer gaan. Na een prima dag vandaag krijgen we morgen weer een bewolkt weerbeeld met hier en daar wat motregen. Geen zon dus, maar wel vrij zacht bij maximaal 15 graden. De dagen erna loopt het kwik verder op naar 20 graden op vrijdag en zelfs 22 op zaterdag. Ook de zon laat zich daarbij voorzichtig vaker zien. Zondag is het weer gedaan en krijgen we vaker regen bij wederom een magere 15 graden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van woensdag 10 april. Nu op RN7 is hier weer een nieuwe aflevering van Nu in de Bios met de nieuwste films die vanaf morgen in de regio te zien zijn. Morgen zijn we weer terug en dan zie je onder meer waarom voetbalclub Dioza uit Niftrik binnenkort 9 uur lang gaat voetballen. Graag tot dan!